It's the day after. En mijn haar is paars. Ook al ziet het er soms op camera meer rood uit, op een ander moment lijkt het meer roze. Dit is echt zo'n kleur die ik nooit goed ga kunnen vastleggen op camera. En het is in het echt, is het echt wel paars. Het is nog redelijk warm. Ik denk dat als ik hem bij laat tonen, dat ik wel ga vragen of het een iets koelere, dat hij iets meer blauw erbij kan doen naar het. Het grappige was ook dat we hadden verwacht dat het donkerder zou zijn, maar dat het dus uiteindelijk lichter is uitgepakt. Dus Fok zit niet tegen mij te praten. Waar gaat... Wat? Ja, dank je. Je ziet me, hè? Ja, maar wat? Een laptop? Ja, dat klopt. Ik ben inderdaad een laptop. En dat heb je heel goed gezien. Dat vind ik knap van je. Jij bent geen laptop. Nee. What the fuck? Oké, pak me eerst even op. Want ik heb een speciale uitdaging voor je. Wat voor uitdaging? Ik wil eerst dat je me even neerzet. Ja, rustig. Zodat je mij kan opnemen. Ja. En dan niet ik, maar ik als laptop. Ja, dat begreep ik. Dus op mijn bureau. Ja. Op mijn bureau. Ja, op je bureau. Ja. Okay. Ja. Wat? Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is het weer FIFA tijd. En ik heb een tijdje niet geüpload, dat klopt. Ik ben zilver 3 geworden. Is niet heel goed, maar ja, toch 10k. En wat pakketjes. Ik had niet super veel gespeeld, maar ook niet heel weinig. En het was eigenlijk mijn eerste officiële weekend league. Misschien kunnen we toch iets goeds krijgen. We gaan het zien. Daarna gaan we nog natuurlijk wat meer pakketjes openen. In ieder geval het eerste pakketje. Let's go. Misschien komt er toch wat goeds uit. Je weet het maar nooit. Hier komt in ieder geval geen glimmende in. Hey mede Pokémon trainers, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Pokémon Sun and Moon Let's Play. Vandaag lopen we op, een begraafplaats. Het zou wel een Pokémon begraafplaats zijn. Zullen we eens kijken wat er op het graf staat? Zou het een Pokémon begraafplaats zijn? Nou, dat kunnen we helaas weer net niet zien. Hier staat iemand heel stoer te doen. Wat doe je stoer met je Pokéball gooien? Kom erop. Ik ga deze battle direct met je aan, want we moeten vandaag onze Abra, moeten we zien te zorgen dat hij op level 16 komt. Zou wel mooi zijn. Kijk deze mooi boy, office worker Jeremy. Hij lijkt helemaal niet eens op Jeremy. Maar oké, hij heeft een diklet. Dames en derps, en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Super Mario Maker. Hier op mijn kanaal, doe dat duimpje omhoog. Vandaag is het weer zo ver. Het is tijd om super boos te worden. Het is tijd om super te hard gaan reizen. Het is tijd voor Super Mario Maker. Hallo internetvrienden, daar was ik weer. Op mijn favoriete plek, namelijk op de bank, voor de bank. Ik zei het weer helemaal verkeerd. Ik heb echt heel erg vaak de vraag gehad of ik een keertje een video wilde maken over Temptation Island. Ik ben al een tijdje aan het overwegen of ik het nou wel of niet moet doen. Heel veel kijkers hebben naar dit spel gevraagd. En ik zei van, eigenlijk lijkt het me echt gewoon een heel stom spel. Maar ik dacht, laat ik eens gewoon naar mijn lieve kijkertjes luisteren en openstaan voor een nieuwe game. En mocht je het niet doorhebben over welke game ik het heb na het lezen van de titel, het gaat om Roblox. We zitten hier op Roblox, de site. En vanuit hier kan je dus games spelen, zover ik het weet. En we gaan dus even kijken of we wat leuke soort minigames kunnen proberen. Om te kijken of het leuk is om te spelen. Dus mocht je hier zin in hebben, doe natuurlijk even een duimpje omhoog. Want ik overtuig mezelf om Roblox te spelen. Ja, kom eens hier, vuurwerk, hoppatee, boom, bam. Hier zitten we jongens, hier zitten we. Kom naar ons toe. Hier, die crafting table die lokt ze allemaal een beetje uit. Ja, kom maar. Nee, ja, meneer, hier beneden. Ze komen gewoon hier niet naar binnen, de zoekers. Nou, ik sta hier op mijn gemak, hoor. Ik sta hier op mijn gemak. Jongens, ik beloof jullie, de volgende ronde gaan we gewoon even wat meer risico nemen. Maar ik ben zo trots op deze plek, als beacon zijnde. Want ze verwachten sowieso nooit dat ik in de grond zit. We gaan dit winnen. Ik weet, boy hier op mijn plek, wij gaan dit samen winnen.